Alles op auto's is goed. Ik kijk maar naar mezelf. Wat maakt deze oude barrels nog een beetje interessant? Nou, dat ik weer oude dingen zie. Ik kom hier al 50 jaar, dus ik heb dit allemaal nog echt live meegemaakt. Ja, dit kan je makkelijker volgen natuurlijk, want de Formule 1-auto is gelijk voorbij. En dit kan je nog bijhouden. Wat is er zo mooi aan al deze herrieschoppers? Het geluid. Het geluid is het mooiste. Dat is het mooiste wat je kan horen, dit. Ik vind het fantastisch, omdat het een beetje mijn tijdperk ook is. Ik ben ook een beetje oude knar aan het worden. Er zijn heel veel mensen die missen dit tijdperk. En die zien dat en die voelen zich weer een beetje jonger dan. Hè? Alles op auto's is goed. Ik kijk maar naar mezelf. En hoe denkt u dat Max zondag gaat presteren op Monza in Italië? Nou, ik heb net gelezen dat hij 15 plaatsen terug gaat. Dus ik hoop dat het goed gaat, want zijn teammaat staat nog verder achteraan. Dus, Ja, dan moet je een andere motorleverancier kiezen. Hè? Dat is moeilijk. Ja, en denkt u dat hij de finish gehaald wordt überhaupt? Nee, ja, je weet het niet, hè? Nu is Renault even aan de beurt, maar dat kan zo ook in één keer bij Ferrari of Mercedes weer toeslaan. Als dat eventjes gewoon zo'n gremlinnetje is wat toeslaat, ja, dan moet je dat van je afschudden. Maar het is autosport. Ik denk dat hij toch moet gaan richten op een ander team. En hoe komt het dat die motoren van Renault zo kut zijn? Het is Frans, hè? De motor moeten ze verbeteren. Maar aan hem hoef je eigenlijk weinig te verbeteren. Hij doet gewoon goed zijn werk. Dus Max heeft geen probleem en die moet gewoon lekker blijven doen wat hij doet. En Renault, Red Bull en Ricciardo, die hebben eigenlijk het probleem, want Max is sneller. En die andere, die auto's en motoren, die moeten zien aan te komen. Gaat hij de finish uitrijden, Max Verstappen? Ja, als ze de bougie er goed indraaien en de sensor goed werkt, dan zal het wel lukken.